Ik geloof dat er hier iets is wat mij nodig heeft. Iets wat me wil leren kennen. Ik weet niet precies wat het is. Ik werd eigenlijk direct na het gevonden filmmateriaal gebeld. Er was toen een interview afgegeven door de moeder van Ivan, Floor van Zandt. Hij was aan het afstuderen en daarom was hij bezig met een onderzoek naar allerlei planten en dierensoorten in de duinen. Het was de meest ingewikkelde zaak waar ik tot dan toe aan had meegewerkt. Dit is de plek waar zijn lichaam gevonden werd. Hij was ineens verdwenen. Zijn lichaam was gevonden bij een duinmeer. Het gebied zelf was nauwelijks toegankelijk voor bezoekers. Dus toen besloot ik om foto's te gaan maken op de plek waar ze mijn zoon hadden gevonden. En ik kreeg daar vrijwel direct de naam Spookbomen door. De plek waar het zich allemaal heeft afgespeeld. Maar de allerlaatste foto die ik maakte, die veranderde alles. Mijn zoon was te zien op die foto. Er bestaat gewoon geen twijfel over. Het is absoluut Ivan die hier te zien is op de foto. Weet je waar dat pad naartoe gaat? Nee. Dat loopt dood. Voor iedereen. Het was alsof Ivan nog iets had meegemaakt. Wat niet op de beelden stond. Ik kon geen andere reden bedenken waarom hij zich zo lang ging filmen ineens. Iemand was Ivan gaan volgen tot aan de rand van het meer. Daar waar hij de laatste opnames zou maken voor die dag. Ik vroeg me af waarom hij hier filmt. Hoezo? Er zijn mensen die geloven dat deze plek nog regelmatig bezocht wordt door diegenen die omkwamen. Je zult verdwalen.